Dames en heren, welkom bij deze raadsvergadering. Allereerst wil ik graag, ik open hem, daarmee gedaan. Allereerst wil ik graag melden dat de heer Jutte van gemeentebelangen afwezig is. En misschien voor toeschouwers is het niet helemaal duidelijk, voor aanwezigen, wellicht wel, maar voor toeschouwers niet helemaal duidelijk dat de heer Schuring nog steeds in ons midden is. Ook al heeft hij zijn ontslag ingediend. Dat heeft u gedaan, meneer Schuring, per brief. En u weet ook dat dat vervolgens onherroepelijk is. U kunt daar ook niet op terugkomen. Mocht u zich na vanavond bedenken, dan is dat echt te laat. Maar nu komt het bijzonder. U blijft raadslid, of u dat nu wilt of niet, totdat de raad besloten heeft tot toelating van uw opvolger. Dat is op zich wel interessant. Ik bedoel, iemand kan wel zijn ontslag indienen, maar daarmee is het nog niet verlengd. Het is pas verlengd op het moment dat uw opvolger is benoemd. En tot zolang blijft u gewoon hier zitten, raadslid, en stemmen. Als dat aan de orde is. Met, dus ik heet u geen welkom. Met meer dan alle liefde. Dat weet ik. Dat weet ik. Spreker en burgers hebben geen aanmeldingen. En de vragenronde hebben we twee vragen. Alle twee van de heer Lochtenberg. Totdat de raad besloten heeft tot en toelating van uw opvolger. Dat is op zich wel interessant. Ik bedoel, iemand kan wel zeggen. Ik kom mezelf. Hopla. Ik vond het wel een goede tekst eigenlijk. Was hij van vandaag? Ik hoop dat hij van vandaag was, ja. Twee vragen van de heer Lochtenberg. De eerste gaat over de kunsten op het Kromplein. Meneer Lochtenberg, mag ik u het woord geven? Jazeker, voorzitter. Dank u wel. Ja, tijdens een werkbezoek van het CDA Dalfsen aan de ondernemers in Lemelenveld op 11 oktober gaven ondernemers aan dat het vernieuwde Kroonplein wat meer beleving zou mogen uitstralen. Het centrum van Lemelenveld wordt soms al aangeduid als het Almere van Overijssel. Als mogelijk verbeterpunt werd onder andere een meer prominente plaats voor het kunstwerk Romeo en Julia genoemd. Ook in een aan deze raad gericht ingekomen stuk bij deze vergadering vandaag doen betrokken Lemelenvelders suggesties hiervoor. De fractie van het CDA wil daar nog een suggestie aan toevoegen. Want Shakespeare beschreef dan wel een onmogelijke liefde, maar het kunstwerk zo wegstappen doet het werk te weinig eer. Ons voorstel: plaats het kunstwerk Romeo en Julia weer met werkende fonteinfunctie meer centraal op het plein. Bijvoorbeeld in de halve cirkel voor de winkels. Een extra kwaliteitsimpuls zou daarbij kunnen worden bereikt door het kunstwerk uit te lichten met verlichting in lijn met de aansprekende verlichting onder de brug in de N348. En de tragische liefde van Romeo en Julia, die krijgt dan in Lemelenveld alsnog de aandacht die ze verdient. En hun beeldenis zal zonder meer bijdragen aan de gevraagde sfeerbeleving op het Kroonplein. Onze vragen. Wil het college nog eens kijken naar mogelijkheden om de sfeerbeleving op het vernieuwde Kroonplein te verbeteren? En als tweede, in het verlengde daarvan, wil het college daarbij specifiek kijken naar de mogelijkheden om het bestaande kunstwerk Romeo en Julia zodanig te gebruiken dat het niet meer staat weggedrukt, maar een meer prominente bijdrage aan de sfeer op het plein kan leveren. Dank u, voorzitter. Dank u wel, meneer Lochtenberg. Meneer wethouder van Leeuwen, misschien aan u om te reageren als verantwoordelijke voor de inrichting van het Kroonplein. Dank u wel, voorzitter. Twee vragen die eigenlijk al eerder de publiciteit hebben gehaald. De sfeerbeleving, waar de heer Wildvank van de Partij van de Arbeid de pers mee haalde. En het kunstwerk Romeo en Julia, waar mevrouw Annette Schorelemmer circa 3 weken geleden vragen over stelde. En eveneens de pers haalde. Met mevrouw Schorelemmer zijn we in overleg. Er is een gesprek geweest, naar aanleiding waarvan er nu onderzocht wordt hoe de feitelijkheden liggen. Onder andere welke plichten wij als eigenaar van het kunstwerk hebben. Is het wel rechtmatig om het te droog terug te plaatsen? Zodra hier duidelijkheid over is, zal het college een standpunt innemen en over de functie en de locatie van het kunstwerk u nader berichten. Overigens heb ik in het verleden ook wel eens geluiden gehoord van personen die het maar een knoeiboel vonden, al dat gespetter.
Maar dit terzijde. Ten aanzien van de sfeerbeleving kan ik de Raad meedelen dat hierover al gesproken is in de werkgroep Kroonplein en vanmorgen ook met de ondernemersvereniging Lemelenveld. Bij het debat over de herinrichting heb ik toegezegd dat er een evaluatie komt. Hierin worden alle aspecten zoals het gebruik, groen, sfeerbeleving, veiligheid, standplaats van ambulante handel, etc. meegenomen. Tot slot wil ik erop wijzen dat bomen en struiken de onhebbelijkheid hebben dat ze enige tijd nodig hebben om tot volle wasdom te komen. Dat was hem. En die laatste opmerking zal ongetwijfeld ook iets te maken hebben met het feit dat de heer Van Leeuwen ooit in een ver verleden biologieleraar was. Meneer Lochtenberg, ik kan me voorstellen dat u hierop wilt reageren. Ja, in ieder geval met te bedanken voor de aandacht en het antwoord. Ik wil even niet ingaan op de onderliggende punten, omdat je op elk punt wel iets kunt zeggen. Ik ben blij met dat u er in ieder geval volop aandacht voor heeft. Ik ben niet zo ver gegaan om de andere punten die u wel noemt ook aan te stippen, zoals veiligheid en groen met name. Groen wordt ook genoemd vooral, hè, omdat dat ook belangrijk is voor de sfeer, zou kunnen zijn. Mits goed onderhouden en uitgegroeid. Daar kun je wel wat aan doen. Dat weet u ongetwijfeld als ex-biologieleraar ook. Dank u zover. Een kleine aanvulling. Ik weet dat er onder andere twee grote plantenbakken zijn weggehaald in verband met de Entente Floraal. En die zullen snel weer terugkomen. Oké, okay, dank u wel. Anderen nog naar aanleiding hiervan? Ik kijk even de raad rond. Meneer Klein-Koerkamp. Ja, ik wil eigenlijk aansluiten op het betoog van de wethouder over het antwoord richting de CDA-fractie. Een goed initiatief en ik denk dat we alles in één keer nu aan moeten pakken met de evaluatie die tot ons komt. En ja, ik zou daar geen jaar op wachten. En zodat we in Lemelenveld snel een heel romantisch plein hebben met Romeo en Julia. Okay. U weet dat die romantiek slecht is afgelopen. Meneer Nijkamp, ChristenUnie, mag ik u het woord geven? Dank u wel, voorzitter. Een opmerking en een vraag hierover. Prima dat die evaluatie plaatsvindt, goed om ervan te leren. Maar de vraag die me nog wel bezighoudt is van, overkomt ons dit nou? In de zin van, op de valreep krijgen we blijkbaar in één keer met de sfeer te maken van het plein. En dan begrijp ik nog een beetje het gevoel dat het wat laat is. Maar misschien kan de wethouder toelichten dat het zo bedoeld is. Of misschien kunnen we er iets van leren. Dank u wel. Ik kijk nog even meneer Rooijakkers, D66. Nou, misschien inderdaad kunnen we wat van leren, want het antwoord van de heer Kleine-Koerkamp verbaasde mij een beetje. Want ik herinner me nog dat toen we het hadden over de inrichting van dat plein, dat er aan de ene kant wat ambities waren, maar aan de andere kant een nadrukkelijke wens om geen enkele parkeerplaats op te offeren. Nou, mijn vraag is of dat u er nu wel mee instemt als er één of twee parkeerplaatsen eventueel opgeofferd moeten worden om het plein mooi in te richten. Nou, u legt mij. Ja, meneer, ik begrijp dat u deze niet kunt laten lopen. Maar ik zou u echt willen vragen om heel kort te reageren, meneer Klein-Koerkamp. En dan gaan we naar de wethouder. En ik zie ook meneer Wildkamp, Vank, die wil ook graag iets, een balletje ergens in trappen, geloof ik. Eerst u, meneer Klein-Koerkamp. Ja, u wilt mij een paar parkeerplaatsen in de schoenen schuiven. Maar daar hebben we het helemaal nog niet over, meneer Rooijakkers. Meneer Wildkamp, en dan ga ik naar de heer Van Leeuwen tot slot. Ja, ik wil ook graag het initiatief of de inspreekbeurt, ik weet niet of het zo heet, ondersteunen. Want we hebben onlangs inderdaad, zoals de wethouder al terecht opmerkte, ook even gepolst hoe dat nou ervaren wordt in Lemelenveld. En inderdaad, de wat sfeerloosheid van het plein kwam wel heel sterk naar voren. En daar zou wat groen wonderen kunnen doen. En dat groen even tijd nodig heeft, dat is een bekend feit. Maar dat neemt niet weg, het staat nu niks en het zou altijd beter kunnen wat ons betreft. Wethouder Van Leeuwen tot slot. Ja, dank u wel. Meneer Nijkamp, het overkomt ons niet. Dit plein is bewust op deze manier ontworpen. De winkeliersvereniging die heeft een feestverlichting ook aangeschaft. De bedoeling is dat die daar binnenkort plek vindt, zodat de
Sinterklaas- en kerstsfeer tot uiting kan komen. En wij waren ook al in overleg met ze van hoe het dan, als de sfeerverlichting weg is, wat er dan voor mogelijkheden zouden zijn. Nou, daar is groen, is daar zeker een optie. Die zouden in wellicht in bakken geplaatst kunnen worden, maar die moeten wel verplaatsbaar zijn, want uiteindelijk is een mede doel van het plein dat daar activiteiten kunnen plaatsvinden, evenementen. Dus dan heb je wel wat ruimte nodig. Maar we staan open voor allerlei suggesties. Vanmorgen nog met iemand gesproken, die deed ook een suggestie. Nou, we zijn gelijk, we waren in Lemelenveld, dat is de heer Van Wegel en ik, zijn gelijk gaan kijken. En dat was inderdaad geen gekke gedachtegang. Maar nogmaals, ik stel echt voor, doe dat in één keer. Laten we die evaluatie houden. Laten we dan in één keer vaststellen, nou, deze punten, die gaan we aanpakken, die gaan we veranderen, verbeteringen doorvoeren. En dan denk ik dat het een prachtig, mooi en ik hoop doorleefd plein gaat worden. Dank u wel, wethouder. En meneer Lochtenberg, ik vat samen de zorg, de kritiek wordt gedeeld. Alle punten worden opnieuw in oogschouw genomen en dat gebeurt ook binnen het kader van de evaluatie die er snel aankomt. Heb ik dat zo goed samengevat, meneer Van Leeuwen? Oké, prima. Dan ga ik naar de tweede vraag, meneer Lochtenberg, die u had. En dat gaat over tekort planvorming woningbouw. Ja, dank u, voorzitter. Dat kan wat korter, denk ik. Waar de vorige vraag met name over Lemmerveld ging, gaat deze vraag even wat breder betreft de hele gemeente. En het gaat om een mogelijk tekort in de planvorming voor woningbouw. Dalfsen voert namelijk haar woningbouwbeleid op basis van de kaders die de provincie Overijssel vaststelt. Binnen die kaders wordt door de gemeente zoveel mogelijk het principe van u vraagt en wij draaien toegepast. Er lijkt momenteel in alle kernen enige tot ruim voldoende ruimte voor de woningbouwaanvraag die de eerste jaren wordt verwacht. Op de woningbouwvraag. Alles mooi en rustig dus, zou je denken. Afgelopen week echter werden we opgeschrikt door een publicatie van het Economisch Instituut voor de Bouw, het EIB. Op basis van de demografische ontwikkelingen tot 2025 wordt nog een flinke groei in het aantal huishoudens verwacht. Het EIB heeft laten onderzoeken in welke mate provincies ruimte bieden aan gemeenten om tijdig op deze ontwikkeling in te spelen. Hun conclusie: provincies lijken onvoldoende te anticiperen op de te verwachte ontwikkelingen. Gemeenten krijgen vooralsnog onvoldoende ruimte voor planvorming. En onze provincie Overijssel blijkt zelfs na de provincie Utrecht de provincie met de grootste achterstand in de planvorming. Onze vraag aan het college: hoe schat het college de door de provincie Overijssel geboden ruimte voor woningbouw voor de gemeente Dalfsen in relatie tot de verwachte groei in het aantal huishoudens in? En als tweede, hoe ligt in onze dorpen de beschikbare ruimte op ontwikkellocaties ten opzichte van de verwachte vraag naar nieuwe woning op wat langere termijn, dus richting 2025? Specifiek, ziet het college knelpunten en zo ja, waar en wanneer? Dank u. Dank u wel, meneer Lochtenberg. Dan moet ik bij wethouder, ik had bijna weer wethouder Van Leeuwen gezegd, maar het is natuurlijk wethouder Agricola. Mag ik u het woord geven van reactie? Ja, dank u wel, voorzitter. Voordat ik tot beantwoording van de vragen overga, wil ik enkele kanttekeningen maken bij de door u genoemde publicatie, Lochtenberg. Deze publicatie, Groot tekort aan woningbouwlocaties, is gebaseerd op het rapport Investeren in de Nederlandse woningmarkt. Dit rapport is door het EIB in opdracht van Bouwend Nederland opgesteld. Uit het rapport blijkt dat cijfers zoals huishoudensgroei door het EIB zelf zijn geraamd en niet door een onafhankelijk onderzoeksbureau. En dan ingaande op uw vragen. Vraag 1. In West-Overijssel maken we als gemeente en provincie samen woonafspraken. Onderdeel van deze afspraken is de woningbouwproductie voor de komende 10 jaren. Deze afspraken zijn gebaseerd op de verwachte huishoudensgroei volgens de door ons en vele andere overheden gehanteerde PRIMOS-prognose. Voor onze gemeente ziet deze prognose er voor de komende jaren positief uit. De daarop gebaseerde woonafspraken bieden voldoende ruimte voor de reeds vastgestelde bestemmingsplannen. En dan bedoel ik de aantallen van de toe te voegen woningen. Vraag 2. Om aan de verwachte vraag naar nieuw
woningen te kunnen voldoen, kijken we niet enkel naar uitbreidingslocaties, maar ook naar bestaande en toekomstige inbreidingslocaties. Zoals u weet gaat volgens de ladder voor duurzame verstedelijke inbreiding voor uitbreiding en mag uitbreiding alleen plaatsvinden als inbreiding niet meer tot de mogelijkheden behoort. Momenteel beschikken we over voldoende capaciteit voor de komende jaren, waarbij de bestemmingsplancapaciteit in de met de provincie gemaakte woonafspraken nagenoeg geheel worden benut. Naast de uitbreidingslocaties met de bestemming wonen, hebben we ook nog gronden in voorraad die te zijner tijd voor woningbouw kunnen worden ingezet. Wethouder Agricola, dank u wel. Meneer Lochtenberg in tweede instantie. Ja, dat we voldoende bouwen binnen de, of kunnen bouwen binnen de gemaakte afspraak met de provincie is de vraag nog niet, want dat weten we. De vraag is juist op basis van de constatering dat provincies in het algemeen behoorlijk wat achterlopen op de totale voorspellingen. Of we daarmee dus de afspraken zoals die tot nu toe gemaakt zijn, of die voldoende zijn om, dat, om die verwachte groei te dekken. Uit uw antwoord leid ik af dat u inschat dat dat voldoende zal zijn. Helemaal juist. En bij de aantekening nog gemaakt, zoals ik zei, wij hebben een prognose en afstemming of afspraken gemaakt met de provincie voor de komende 10 jaar. En iedere 2 jaar wordt die situatie herzien, CQ, bijgesteld. Dus mochten de primocijfers dusdanig en andere ontwikkelingen dusdanig zijn, dan kan er op tijd worden bijgeschakeld. Dank u. In uw tweede deel van uw antwoord gaf u ook aan dat de ruimte in de verschillende kernen, dat u voldoende ruimte is en dat u eventueel ook nog, nee, in het algemeen nu voldoende ruimte is en dat u eventueel nog extra mogelijkheden hebt tot uitbreiding van de uitleglocaties. Geldt dat ook voor de kleinere kernen? Dat geldt ook voor de kleinere kernen. Oké, dank u. Zijn er andere leden van de raad die hier graag nog een vraag over zouden willen stellen of een opmerking willen maken? Dat is niet het geval. Dan naar agenda punt 4, vaststelling van de agenda. En dan kijk ik even rond. Is de agenda wat u betreft akkoord zoals die hier voor ligt? Ja, dan ga ik naar agenda punt 5. Beleidsplan ligt in de openbare ruimte. Als ik het goed heb, waren daar verder geen opmerkingen meer over. Dat is gewoon een akkoordstuk, klopt dat? Ja? Dan gaan we dat vaststellen. Voorstellen, het beleidsplan ligt in de openbare ruimte 2016 vast te stellen de daaraan opgenomen kredieten van 120.000 euro per jaar voor de jaren 2017 tot en met 2020 beschikbaar te stellen. Deze kredieten te dekken uit de reserve volkshuisvesting en van de opiniepeilingen ligt in de openbare ruimte, donker waar mogelijk, licht waar nodig, kennis te nemen en van de reactie op hoofdlijnen kennis te nemen. U gaat ermee akkoord, dat doet u allemaal. Dan is die met algemene stemmen aangenomen. En dan ga ik naar agenda punt 6, tweede bestuursrapportage. Er waren nog wat vragen blijven liggen, 2 stuks als ik het goed heb. Die zijn schriftelijk beantwoord op het rust geplaatst. Voorstel was een akkoordstuk. Ik kijk rond of dat nog steeds zo is. Is dat nog steeds zo? Dan gaan we hem voorleggen. Voorstel de tweede bestuursrapportage 2016 vast te stellen. Het incidentele overschot van de tweede bestuursrapportage 2016 vast te stellen op 329.000 en dit bedrag ten gunste te brengen van het resultaat 2016. De begroting 2016 te wijzigen door vaststelling van de 11e begrotingswijziging 2016, conform de tabel op bladzijde 45-46 van de bijlage. En 4 de kredieten, beheerpakket openbare ruimte en 3 ABRI's met respectievelijk 23.000 en 4.000 aframen en de financiële consequenties ervan te verwerken in de begroting 2017. Ik ben akkoord. Is met algemene stemmen zo? Dan is het genomen. Dan ga ik naar de spreekstukken. En dan begin ik met agenda punt 7, gemeentelijk verkeers- en vervoersplan en uitvoeringsprogramma. Volgens mij was u met z'n allen overwegend positief. De belangrijkste aandachtspunten waren verkeersveiligheid. Er waren wat fracties. Met name de ChristenUnie heeft vragen gesteld volgens mij, had ook twijfels. U wilde het mee terugnemen in de fractie. Ik stel voor om de behandeling in één ronde te doen als dat kan. En ik begin bij de ChristenUnie. Mag dat, meneer Nijburg? Dat mag, voorzitter. Dank u wel. Nou, in eerste plaats willen we wethouder bedanken voor het toegevoegde kaartje met die hoofdfietsroutes vanuit Oosterdalsen.
Alleen als je dan goed naar die kaartjes, dat kaartje kijkt, en dan zie je dat de nadruk toch op die rotonde die voor ons als onveilig werd bestempeld of wordt ervaren, zo moet ik het eigenlijk zeggen, eigenlijk het kernpunt is, want al dat verkeer of meest verkeer komt daar toch samen. Dat is nadrukkelijk de route vanuit Oosterdalfsen. Dus daar blijft onze zorg. Dus dat kaartje neemt onze zorg niet weg. Het wordt er wel duidelijker van. En wij zouden heel graag willen dat de wethouder in gesprek gaat met ouders die hun kinderen vanuit Genemarken, vanuit straks Oosterdalfsen, daarmee in gesprek gaat om te kijken van, ja, wat kunnen we nou doen om dat gevoel van veiligheid te vergroten. En dan begrijp ik heel goed dat er een verschil is tussen feitelijke veiligheid en gevoelsveiligheid. Dat verschil is er, maar daar kun je wel wat aan doen en je kunt zeker luisteren. Dus wij willen in die zin met een motie komen om dat punt onder de aandacht te brengen. En het lijkt me bijna niet te veel gevraagd voor een wethouder om te zeggen, nou, we gaan met die ouders in gesprek. We gaan dat doen en we gaan kijken wat er binnen de mogelijkheden ligt tussen helemaal niks doen en een tunnel. We snappen dat een tunnel een brug te ver is, als je het al zo kan zeggen. En dat niks is, ook niks is. Nou, daartussen zouden we graag willen zien van wat zijn nou de mogelijkheden. Zou de wethouder dat op een rij kunnen en willen zetten? En in dat kader hebben we een motie opgesteld. Ik heb hem alleen, ik heb hem niet voor me, maar die... Maar de griffier heeft hem voor zich, ja. Tenminste. Hij doet in ieder geval net alsof. Kan hij in beeld? En... ik heb hem wel eens mooier gehad. Dit is hem, hè, meneer Nijburg. Dit is hem, hè. Zal ik hem even voorlezen? Ondergetekende leden van de Raad van de Gemeente Dalfsen dienen de volgende motie in. Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder zijn gehoord. De beraadslagingen overwegende dat. De rotonde Kampmansweg rondweg Koesteeg, Willemienstraat en Dalfsen een van de belangrijkste en drukste oversteekplaatsen is van de Koesteeg rondweg. Het aantal verkeersbewegingen mogelijk zal toenemen met de aanleg van Oosterdalfsen, ervaren onveiligheid een grote rol speelt. Spreekt uit dat het wenselijk is om aandacht te besteden aan gevoelens van onveiligheid. Nader bekeken moet worden hoe tegemoet gekomen kan worden. Deze gevoelens rekening houden met een toename van het aantal verkeersbewegingen. En verzoekt het college om in gesprek te gaan met ouders uit de wijk om te kijken waar de ervaren problemen en gevoeligheden liggen. Een analyse te maken van verschillende maatregelen, variërend van de aanleg van de fietstunnel tot niets doen, waarbij effecten in beeld gebracht worden op onder meer fietsveiligheid en kosten. En deze analyse aan de Raad aan te bieden bij de perspectiefnota 2018-2021. Vindt u het goed dat ik eerst aan wethouder van Leeuwen vraag wat hij van deze motie vindt en daarna vraag ik de rest van de Raad wat hij daarvan vindt? Hij is ingediend ook namens D66 en VVD. Ja, neem me niet kwalijk. Nijburg, ChristenUnie, Royakkers D66 en Schuring, VVD. Wethouder. Dank u, voorzitter. Ik vind het een goed geformuleerde motie. Een verzoek om in gesprek te gaan met de ouders over de gevoelens van onveiligheid. Vond de woordspeling grappig dat de tunnel een brug te ver zou zijn. Maar niets doen, dat vindt u ook geen optie. Nou, ik wil zeker in gesprek gaan. Vloog bij mij door de gedachte al iets van klaar overs. Maar we gaan. Ik wil hem graag uitvoeren. Daarmee is hij overigens overbodig. Dat zeg ik er maar gelijk bij. Nog andere naar aanleiding van deze motie? Vragen, opmerkingen? Willen zich aansluiten? Nee, het is allemaal helder. Ja, we gaan hem wel in stemming brengen, zegt de griffier. Ik heb er een hekel aan hoor, om overbodige moties in stemming te brengen. Maar als het moet, dan doen we het. Of een hekel aan, dat klinkt ook zo zwaar. Maar ik zeg, overbodige dingen ben ik nooit voor. Gewoon, dat is gewoon een grondhouding, lijkt mij. Maar goed, we brengen hem in stemming. Anderen nog over dit onderwerp? Nee? Ander nog over het onderwerp gemeentelijk verkeers- en vervoersplan en uitvoeringsprogramma? Nee? Ja, meneer Schuur, VVD. Over het geheel, ja. Ik zat nog in de motie. Ik leef nog een beetje in de motie. We zitten nu in die ronde nog, die openstaat. Ja. Allereerst wilde ik dank uitspreken voor de visualisatie die bijgevoegd is.
waarvan wij ook al aangaven dat het mogelijk een stukje helderheid geeft om naar het hele dossier te bekijken. Voor mij mag die alleen nog wel wat verder ingekleurd worden, dat hoeft niet stand te beden, maar dat is misschien voor de loop der tijd, maakt het wat, nog weer wat visueler. En dan zou je kunnen denken aan de woonwijken, de industriecirkels, de winkelcentra, sport, cultuurhuizen, openbaar vervoer en dan vervolgens de vervoersbewegingen daar naartoe. Want dit is een heel mooi algemeen plaatje, wat heel erg op de fietsbewegingen gericht is, waar ook al wat ontsluitingsroutes in staan. Maar naar de kern, waar het dan uiteindelijk naartoe gaat, waar je de vervoersbewegingen op kunt zien, dat mist dan in kernen nog. En dan kom je automatisch ook inderdaad bij Oosterdalfsen uit. We hebben nu wel een fietsplaatje van Oosterdalfsen, maar hoe is dan die ontsluiting vanuit het Oosterdalfsen per auto? Dat mis ik in het plaatje dan ook nog. En zeker met de N340 werkzaamheden die eraan komen, is dat natuurlijk wel een puntje waar mogelijk wat inzicht in gegeven kan worden. Op die plaatjes zag ik in Nieuw-Leuzen een gebiedsontsluitingsweg ingetekend. Maar die begon ergens midden in Nieuw-Leuzen en die eindigde ook ergens midden in Nieuw-Leuzen. Dus ik vroeg me een beetje af of dat de bedoeling was of dat die eigenlijk doorgetrokken moest worden. En waar die dan naartoe gaat. Want dat lijkt me op zich wel het idee van een gebiedsontsluitingsweg. Maar misschien heb ik dat verkeerd begrepen. En ja, aansluitend op de motie, de Dalfse Rondweg staat toch wel aangetekend als de ontsluiting door en voor Dalfsen. En daarmee is en blijft dat toch de levensader voor het verkeer door de gemeente of door de kern heen. En ja, hoe meer bewoning aan de andere kant van de weg, hoe meer scholen aan deze kant van de weg, hoe meer fietsbewegingen enzovoort. Dus vandaar dat de motie een zeer welkom is om dat te onderzoeken. Toch even nog verder gaand in die visualisatie, dat is dan ook de uitgelegen kans om juist de verwachte knelpunten al eens een keer in te plotten. En er zijn een heleboel knelpunten benoemd, maar het is voornamelijk heel veel tekst. En ik zou zeggen, zet er een pinmark in het plaatje bij, en dan weten we met z'n allen waar we het over hebben. En dan kunnen we ook naar teruggrijpen. En dan zouden er zelfs vervoers- of verkeersbewegingen bijgezet kunnen worden, intensiteiten en dergelijke. En dan heb je het over de knelpunten die er nu zijn, maar ook de knelpunten die je verwacht dat er gaat komen met de ontwikkelingen van de gemeente. En dan als laatste, toch nog even benoemen, die doelstelling die erin verwoord staat, ik blijf hem ingewikkeld vinden. Ik blijf het ook ingewikkeld vinden om uit te leggen dat we hoofddoelen stellen en een paar subdoelen eronder. En dat we vervolgens achteraf met regelmaat die subdoelen belangrijker stellen. En dat, ik denk dat wij dat als raad ons dan aan moeten trekken. Niet specifiek het college. Want in principe gaan we met deze GVVP akkoord met deze doelstelling. Zo staat die geformuleerd. Maar vervolgens gaan we in casuïstiek en gaan we subdoelen in sommige gevallen, zoals op de rechterslijk, belangrijker stellen dan de doelen. En dan kun je je afvragen of je dat dan in de GVVP niet anders zou moeten formuleren. Verder overigens een prachtig stuk om vanuit verder te gaan. Anderen nog? Dank u wel. Meneer Royakkers, dit zijn ze. Over verkeersveiligheid gesproken begrijp ik dat gewacht wordt tot de plannen met het Waterfront zijn gerealiseerd voordat de aansluiting met burgemeester van Bruggeplein op de Rondweg wordt uitgewerkt. Maar dat is toch wel een punt van zorg. Er is regelmatig verkeersopstoppingen en onveilige situaties. Dus ik wil wel graag gezegd hebben dat het belangrijk is om dat niet te lang te laten rusten. En hoewel we vorige keer hebben gezegd dat we kunnen instemmen met het gemeentelijk verkeer en vervoersplan, wil ik toch graag nog twee punten kort aanstippen en de aandacht voor vragen. Dat niet vergeten wordt, de burgerparticipatie. Wordt een mooi algemeen stuk geschreven, maar ik heb nog niet zo helder hoe de college dat precies vorm wil geven. Of dat de buurten nou wel of niet bepaalde zaken kunnen regelen. En dan het openbaar vervoer, dat moeten we nog een keer van het hart. Die doelstellingen zijn prima, maar we weten al dat de provincie lijnen gaat schrappen. En de vraag is ook weer, hoe gaan we dat nou daar dan op inspelen om aan onze doelstellingen vorm te geven en ook dat is niet uitgewerkt. Dus dat zijn toch al twee punten die nodig aandacht behoeven. Dat wil ik het even bij laten, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Wildervank, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Nou, ik heb geen aanvullende opmerkingen meer te maken op dit stuk. Ik heb de vorige keer mijn zorg geuit over de ontwikkeling op het punt van openbaar vervoer. Die zorg is wat mij betreft ook onveranderd. En ik zou dus ook graag wat mij betreft het punt wat de heer Royakkers net maakte willen onderstrepen. Neem niet weg dat ik graag instem met het voorstel, want het ziet er verder goed uit. En overigens sluit ik toch af met de opmerking te maken dat ik vind dat de rondweg geleidelijk aan een barrière gaat worden in ons dorp. En dat we nu geleidelijk aan moeten gaan nadenken hoe we dat gaan oplossen. Want over 10 jaar zijn we daarmee te laat. En dat zijn wel de termijnen die je moet hanteren. Dank u wel. Meneer Hof, gemeentebelangen. Ja, voorzitter, dank u wel. Wij hadden al aangegeven om in te kunnen stemmen. En we sluiten graag aan bij het betoog van de heer Nijburg. Meneer Kouwen. Ja, voorzitter. Gehoord hebbende kunnen wij ook instemmen met het GVVP. Ook wij hebben onze zorgen geuit in de commissie ten aanzien van fietsverkeer. We zien ook dat er meer gebruik van wordt gemaakt en dat er hier en daar knelpunten zijn, ook richting scholen en andere voorzieningen waar veel kinderen ook, en ouderen fietsen. Wat dat betreft is de motie sympathiek en hopen we dat er op goede wijze invulling aan wordt gegeven. Dank u wel. Meneer Van Leeuwen, tot slot. Er zijn nog een aantal verzoeken aan u. Ja, overigens wil ik de heer Nijburg een constatering van mijn buurman niet onthouden. Collega Van Martels die was blij dat de ChristenUnie geen last had van tunnelvisie. Ik vond hem erg leuk namelijk, dus ik denk, die wil ik u niet onthouden. De gebiedsontsluitingsweg van Nieuw-Leuzen begint halverwege en eindigt halverwege. Het doet mij denken aan dat lied We're on a Road to Nowhere. Dit heeft een geschiedenis. Namelijk, het waren twee dorpen. Een zuidelijk dorp en een noordelijk dorp. En langzamerhand groeien deze naar elkaar toe. Gewild of ongewild. We leiden ze met zachte hand die kant op. En vandaar dat u die constatering heeft gedaan. Dat klopt. Het is een relict uit een verleden. Dat moeten we zien op te lossen. Langzamerhand wordt er ook steeds wat meer gebouwd. En ik heb het volste vertrouwen dat wij over 4 jaar tot de conclusie komen, als het middengebied Nieuw-Leuzen helemaal klaar is, dat we daar eigenlijk geen gebiedsontsluitingsweg meer nodig hebben. Maar tot die tijd leef ik ermee. Voorzitter, mag ik daar meteen een wedervraag op? Ja, als u hem kort houdt, ja. Ik zal hem kort houden. Want inderdaad, het was vanuit het verleden dan zo. Het is nu een ontsluitingsweg. Maar we zullen er ook ongetwijfeld een beeld bij hebben hoe we hem graag zouden willen hebben voor heel Nieuw-Leuzen. En wordt het dan een weg zoals de Rondweg in Dalfsen? Teken hem dan door. Wat is het bezwaar daartegen om hem alvast in te tekenen zoals je nou, dat heeft, onder andere heeft dat te maken met winkeliers die toch heel graag het verkeer vlak voor hun deur langs zien komen. Omdat ze daar denken meer nering uit te halen. Dus daar zijn nog wel wat haken en ogen om nu de weg daar op een andere wijze neer te leggen. Dat is het, dat kan ik nu niet zeggen van dat ga ik linksom of rechtsom doen. Ontsluiting van autoverkeer Oosterdalfse meerschuring is in de raad geweest naar aanleiding van vragen van de heer Royakkers in zaken de N340. En daar heeft u kaartjes van gehad. Ik meen dat het afgelopen mei geweest is, maar dat durf ik niet helemaal zeker te zeggen. Maar die informatie is tot uw beschikking. Maar dan opnieuw weer de vraag, als we dan zo'n visualisatie krijgen waar ontsluitingswegen in staan, waarom zit het er dan niet ingetekend meteen? Laten we dan één integrale tekening hebben waar we het over hebben, zoals de GVVP ook een integraal dossier is volgens mij. Wellicht kan dat bij een volgende versie plaatsvinden. U zegt de Rechterense Dijk, daar is een subdoel tot hoofddoel gemaakt, maar dat kunt u echt het college niet euvel duiden. Oké, dan zijn we dat met elkaar eens. D66, nee, wij gaan niet wachten. We gaan niet eerst bouwen en alles klaar en dan het Van Bruggeplein nog eens inrichten. Daar zijn al schetsmatige tekeningen voor. Dat moet natuurlijk verder uitgewerkt worden door de afdeling civiele techniek. Maar dat wordt zeker voordat het... je wil natuurlijk eerst het bouwen af hebben in verband met bouwverkeer. Maar dan is één integraal onderdeel van het verhaal. En dat is inderdaad een plek
waar zich heel veel tegelijk afspeelt en dat heeft de nodige zorg en aandacht absoluut nodig. Openbaar vervoer had u nog even een opmerking over, evenals de Partij van de Arbeid. Tot mijn stomme verbazing heeft Provinciale Staten besloten om het openbaar vervoer nog weer zeker 1 à 2 jaren langer in stand te houden. Dus ook daar is het voor ons heel moeilijk om een koers op te varen, als ik het zo mag zeggen. Maar goed, daar is ook al in het verleden het nodige over gezegd. Maar het is wat lastig met het provinciale besluitvorming om hier een eenduidige lijn in te trekken. De zorgen voor het fietsverkeer die zijn overgekomen. Alle fracties delen die in de motie, wordt die ook naar voren gebracht. En nogmaals, voorzitter, ik ga hem met veel plezier uitvoeren. Daarmee zijn volgens mij alle inhoudelijke punten geraakt. Mag ik, waarbij u heeft aangegeven dat de heer Schuring een punt heeft met zijn kritiek, maar dat u dat gewoon dit nu nog niet gaat realiseren. Dat is het hele. Dus meneer Schuring, u heeft gelijk gekregen, maar niet uw zin. Dat is, dat is toch een mooie tussenstand. Maar laten we dat wel even ook gewoon meenemen in onze besluitvormingslijst. Mag ik het voorstel in beeld hebben, griffier? Ja, zeker, wethouder Van Leeuwen. Eén ding binnen, want de heer Rooijakkers die had het over participatie. Hoe gaan nou die groepen daarbij betrokken worden? Maar als het goed is, heeft u een heel overzicht gehad van het participatieproces zoals we dat gelopen hebben bij de totstandkoming van het GVVP. Daar wil ik nog wel even op wijzen. Verder is het zo dat wij hier eigenlijk de gewoonte hebben om als mensen met vragen, opmerkingen komen, om daarmee in gesprek te gaan. Dank u wel. Mag ik mijn beeld? Agenda punt 7, GVP 2016-2026 en uitvoeringsprogramma. Het voorstel is om kennis te nemen van de reactienota en reactie op zienswijze en het definitieve GVWP 2016-2026 en het uitvoeringsprogramma 2016-2018 vast te stellen. En ik kijk even rond en doen we dat unaniem. Ik geloof het wel, hè? Dan is dat met algemene stemmen gebeurd. En dan ga ik naar de eerder genoemde motie, ingediend door de heer Nijburg, mede namens de heer Rooijakkers en Schuring, ChristenUnie D66 VVD. Ik heb hem al voorgelezen en ik beperk me nou tot het slotstuk waar het om gaat. Verzoekt het college om in gesprek te gaan met ouders uit de wijk om te kijken naar de ervaren problemen en waar de ervaren problemen en gevoeligheden liggen. 2. Een analyse te maken van verschillende maatregelen variërend van de aanleg van een fietstunnel tot niets doen, waarbij effecten in beeld gebracht worden op onder meer fietsveiligheid en kosten. En 3. Deze analyse aan de Raad aan te bieden bij de perspectiefnota 2018-2021. Wie gaat ermee akkoord? En dat bent u allemaal. En daarmee is deze motie ook met algemene stemmen aangenomen. Dan ga ik naar agenda punt 8, accountantsdiensten. Komt direct in de Raad, maar een verrassing kan het niet wezen. Want het dossier accountant is een dossier wat al een tijdje ligt, zonder dat we er ooit echt over gesproken hebben kunnen hebben. Het zal geen Nederlands zijn wat ik nu heb, maar goed. Dus het komt nu direct in de Raad, zonder commissiebehandeling. En u wordt eigenlijk gevraagd om een nieuwe accountant aan te wijzen. Daar komt het eigenlijk wel op neer. Ik zal graag een bespreking willen doen in 2 rondes. Eerst eventuele vragen en daarna opinierend. Wie van u mag ik het woord geven? Ik kijk even rond. Meneer Schuring, VVD. Een hele korte vraag. In wat eerdere gesprekken had ik de indruk gekregen dat het onder die 50.000 drempel zou komen. En nu opeens staat hier dat het boven de 50.000 drempel komt. Is dat omdat er posten bij ingenomen zijn of wat voor verklaring zit daaraan? Andere? Wethouder Van Leeuwen, 50.000 euro. Is er iets bijgekomen? Wat in eerste instantie niet was voorzien, dat is de vraag. Omdat de indruk was dat het onder die drempel van 50.000 euro blijft. Ja, dat, het eerste jaar zijn er wat extra aanloopkosten. En de jaren daarna valt die onder de 50.000. En dat heeft te maken met overdracht van dossiers en inwerken? Ja, inwerken vooral. En dat klopt. Oké. Dat waren de vragen. Mag ik opinierend u uitnodigen?
Meneer Klein-Koerkamp, gemeentebelangen. Ja, ik denk kort en krachtig. Wij kunnen instemmen met het voorstel, rekening houden met de argumenten en de kanttekeningen in het voorstel genoemd. Is het wat ons betreft akkoord. Andere? Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Een logisch voorstel wat hier ligt. Ondersteunen we ook. Alleen om het BDO nou niet al te ingewikkeld te maken, zouden we willen voorstellen om bij punt 4 ook het bedrag te vermelden. Want anders dan hebben ze meteen alweer werk. Het besluit van ruim 9000 euro, om dat daar ook maar gewoon te vermelden. Evenals de structurele bedragen. Verder akkoord. Mevrouw Hamerman, CDA. Dank u wel, voorzitter. Wij gaan ook akkoord met het voorstel in de nota. En we hopen dat het nu een stuk beter gaat de komende periode. Meneer Wildfunk. Akkoord en succes, zou ik zeggen. En dat geldt ook voor de heer Schuwen, geloof ik. Ja, voor de heer Rooijakkers. En dan heb ik eigenlijk van de heer Nijkamp een mondeling amendement. Zo zie ik het maar, hè. En dat is namelijk die beslisregeling. Klinkt wat zwaar, maar het is meer. Nou ja, maar laten we het even zo doen. Want het is gewoon die beslisregeling over die 9000 euro toevoegen. Dat is wat u zegt. Wethouder van Leeuwen, is dat wat u betreft akkoord? Ja, ik kijk even naar de griffier als adviseur. Die zit instemmend te klikken, te knikken. Het is uw adviseur, maar ik pik hem even. Dan is dat geen bezwaar, voorzitter. Dan voegen we dat gewoon toe, want ik denk dat u gewoon gelijk heeft. Hij staat nog niet in beeld, denk ik. Hè? Krijg je hem er al ingetikt? Ik ga het proberen. Voorstel. In te stemmen met het opzeggen van de overeenkomst met Deloitte Accountants BV. In te stemmen met het voorgenomen collegebesluit om een overeenkomst te sluiten met BDO Accountants BV voor het verrichten van accountantsdiensten. 3 BDO accountants aan te wijzen als accountant belast met de accountantscontrole voor de boekjaar 2016 tot en met 2018 met 1 jaar als optie tot verlenging. En 4. De gemeenteraad voor te stellen de incidentele meerkosten van 9000 euro voor 2016 te verwerken in de jaarrekening 2016. En de structurele meerkosten vanaf 2017 van 2.500 euro mee te nemen bij het opstellen van de perspectiefnota 2017. Het is trouwens niet 9, ik heb het verkeerd voorgelezen, dus 9.500. Ik heb het goed voorgelezen, maar het stond verkeerd. Mag ik mijn stemming brengen? Ik kijk even rond. En wie is daarmee akkoord? Ja, kan dat? Met algemene stemmen? Dan was dat agendapunt. We nu agendapunt 9. Ik kan nog wel even door, toch? Er hoeft nog geen pauze, of wel? Nee, hè? Agenda punt 9, huisvesting buitendienst openbare ruimte. Daar is ook nog tussendoor van alles gebeurd. Er zijn vragen gesteld en die zijn beantwoord. Er zijn nog 4 aanvullende documenten op het rest verschenen. Vandaar ook nog 2, dan kom ik op 6. Er zitten 2 vertrouwelijke bijlagen in. Mijn inschatting is dat we ze niet hoeven te bespreken. Dan heb ik het over de projectbegroting en de stand van de algemene reserve vrij besteedbaar. Maar als we daar niet over hoeven te bespreken, dan kunnen we gewoon de vergadering in de openbaarheid voorzetten. Dat zou mijn voorkeur hebben. Bespreking in 2 ronden. Eerst de eventuele vragen, als dat goed is. Daarna opinierend. Wie van u mag ik het woord geven? Kijk even rond. Iemand moet komen. Meneer Meijerink. Dan kom ik. Ik heb 1 vraagje aan de wethouder. Denkt hij dat hij met een geraamde kosten van 1,2 miljoen... dat die voldoende zijn voor de verbouwing van de gemeentewerf? Of krijgen we daarna nog verrassingen? Dat is een duidelijke vraag. Verder niemand? Dan blijft het bij. Wethouder, heeft u goed geraamd met 1,2 miljoen? Of zitten er veel onzekerheden in? De 1,2 miljoen is naar onze mening goed geraamd. Er zitten geen verrassingen in. En wij moeten het met deze 1,2 miljoen gaan doen. En we zullen niet meer uitgeven dan die 1,2 miljoen. Is dat voldoende, meneer Meijerink? Mag ik naar de opinierend gedeelte? Maar misschien mag ik u ook gelijk uitnodigen, meneer Meijerink, voor het opinierend gedeelte. Ja, dank u wel, voorzitter. Het was een beetje bij elkaar geraapt, vond ik, na de eerste commissievergadering van antwoorden. Er zijn veel technische vragen gesteld. We zijn ermee begonnen, CDA en ChristenUnie ook. Dus ik vond het allemaal wel wat moeizaam. Het rapport had wellicht wat duidelijk kunnen zijn.
Uiteindelijk zijn er gelukkig antwoorden gekomen op al onze vragen, op de technische vragen. We hebben ook uw reactie gelezen op de laatste vragen van de ChristenUnie. Met die antwoorden begrijpen we uiteindelijk wel uw keuze. We zitten allemaal een beetje nog met die visnieuwsinslag, met die twee locaties. Van ja, maken we daar wel een goede keuze? En ook een vraag van de ChristenUnie. Die begrijpen we. Het voordeel daarvan is wel, denk ik, dat door het huren van het pand dat je een flexibele schil inbouwt. Dus dat je wat minder risico oploopt. Je moet het uiteraard een contract aangaan van 5 jaar, las ik. Maar op zich, die flexibele schil spreekt ons wel aan. Dan voorkom je ook mogelijk later een leegstand van het pand. Dus daar zijn we blij mee. We zijn wat minder gelukkig met het energie-neutraal en gasloos gebouw. Op zich een goede insteek. Maar het rapport vinden we niet echt, daar worden we niet echt, echt warm van. We vinden in ieder geval de gemeente werd het niet het voorbeeldpand van duurzaamheid wat eigenlijk werd gepretendeerd. Toch hebben we alles bij elkaar afgewogen. We hebben nu alle antwoorden vinden we op de vragen die gesteld zijn. En we kunnen ondanks onze kritische noten instemmen met uw voorstel. Dank u wel, meneer Meijerink. Meneer Leijburg. Dank u, voorzitter. Ja, we sluiten in die zin aan bij de heer Meijerink, gemeentebelangen. Ja, bijlage 9.9 maakt duidelijk dat de hele operatie allereerst te maken heeft met de komst van Dalfsen Werft. Ook al blijkt dat niet overal uit. Benevens de groei en de ruimteproblemen. En nou ja, over efficiëntie hebben wij inderdaad ook al een vraag gesteld. Bijlage 9.9 maakt ook een beetje inzichtelijk hoe het ruimteprobleem en de efficiëntie zou kunnen worden aangepakt en opgelost. Maar wij vinden dat niet stevig onderbouwd. En daar komt bij dat er elke keer weer nieuwe informatie kwam. Elke keer komt er een stukje. Je ziet een exploitatieoverzicht, maar je kunt niet zien of dat nou realistisch is, hoe dat onderbouwd is, waar het op gebaseerd is. Maar goed, stel je voor dat het allemaal toch compleet is, dat we nu alles op tafel hebben en dat we niet boven het bedrag wat net ook genoemd is, zouden komen. Dan is het wel de zoveelste keer dat het college komt met een voorstel wat te weinig transparant is en waar we gewoon moeite mee hebben om zomaar ja op te zeggen. Daarom hebben we ook vragen gesteld en hebben we echt mee geworsteld. Van wat gebeurt hier nu? Beetje bij beetje komt de informatie binnen. Het is rommelig, het is onoverzichtelijk. Al met al is het gewoon niet transparant. In de eerste instantie hadden we ook de neiging om te zeggen, nou ja, daar kunnen we gewoon niet mee leven. Maar als je dan alle informatie ziet en op een rij zet en denk je, ja, kijk, voor die buitendienst moet je wat doen. Dat begrijpen wij heel goed. Als het gaat om oppervlakte is dat heel goed doorgerekend. En tenminste, dat lijkt heel goed doorgerekend. En dan kunnen we ons daarin verplaatsen. Maar we houden heel veel vraagtekens. We komen uiteindelijk wel tot de conclusie van, ja, we willen ja zeggen. Omdat we het belangrijk vinden dat die buitendienst op een goede manier gehuisvest wordt. Zeker met de komst van Dalfsen Werft. Maar we moeten nog zien hoe dat in de toekomst allemaal zijn beslag krijgt. We willen de vinger aan de pols houden en ja, nogmaals onderstrepen dat weinig transparante voorstel. We zien toch in de toekomst liever transparante, goed onderbouwde voorstellen waar we meteen weten of we hom of kuit hebben en dat we goede besluiten kunnen nemen. We willen wel meegaan met het voorstel van het CDA in de commissie om het aantal zonnepanelen uit te breiden, dus daar iets mee te doen. Dat vonden we een goed voorstel. Dus als je dan wat doet, ja, doe dat dan ook goed en maak van dat gebouw een meer duurzaam gebouw. De heer Meijerink had er ook al wat kritiek op. Die kritiek zijn wij ook. Maar we willen het wel ondersteunen onder die voorwaarden dat er echt alles op alles wordt gezet om dat gebouw duurzaam te maken en het beste ervan te maken zonder boven die begroting te komen. Dus wij kunnen, zij het schoorvoetend en voorzichtig en met enkele kritische kanttekeningen akkoord gaan met het voorstel. Dank u wel, meneer Nijburg. Ik heb uw kritiek goed verstaan en die heeft niet eens zozeer betrekking alleen op dit voorstel, maar u vindt gewoon dat het op een rommelige wijze tot u is gekomen en daardoor is het ook moeilijk om het totaal overzicht te vinden en tot een oordeel te komen. Dus die boodschap is helder door u overgebracht. Meneer Uitslag, CDA. Dank u wel, voorzitter. Ik had wat andere kwalificaties genoteerd, waar misschien neutrale. Het was voor ons een zoekplaatje. En we hebben stevig gezocht, maar na de gesprekken met een tweetal ambtenaren zijn we wel tot de conclusie gekomen, en dat is maar gelukkig ook, dat er beter over nagedacht is dan uit het voorstel blijkt. Dus er is wel goed over nagedacht, alleen dan moeten we dan nog maar constateren dat het zo is. Misschien maar aannemen, en dat voelt niet helemaal natuurlijk voor een raadslid.
die een controlerende functie heeft. We begrijpen, hè, een deel van de investeringen wordt gevraagd om daarmee lagere lasten te realiseren. Hè, dat is 150.000 voor duurzaamheidsmaatregelen. Nou, chapeau, direct doen. Binnen 15 jaar terugverdienen. Niks aan de hand. We begrijpen, we hebben zelfs begrip voor het feit dat de duurzaamheid zich ook beperkt tot dit pand op dit moment. Hè, dus die aanvullende zonnepanelen, de andere helft van het dak. Kan ik me voorstellen dat we die bespreken bij de integrale dat we een integrale afweging maken als we praten over onze vurig gewenste nota duurzaamheid. Hè, dus die komen hopelijk dit jaar ook nog over te spreken. Dus misschien dat we dan in één klap kunnen maken om toch te voorkomen dat we over het investeringsvoorstel heen gaan nu. Hè, want dat is de andere kant natuurlijk. Dus we zouden kunnen begrijpen dat het nu niet gebeurt, maar op later stadium zeker wel. En misschien maar even tijdens de bouw hebben we nog tijd genoeg om het alsnog bij te schakelen. Ja, en voorzitter, voor wat betreft de huur. We begrijpen, hè, wat Christine ook al aangeeft, dat de huur ingegeven is door Dalfsen Werk. Hè, dus door de additionele werkzaamheden die daar plaatsvinden. Dat er op dit moment nog niet duidelijk is hoeveel extra ruimte dat vraagt en hoe consequent en hoe lang dat is. En dat ook de bedoeling is dat zoveel mogelijk mensen elders geplaatst worden. En dat je op dit moment flexibiliteit nodig hebt. Nou, dat begrijpen we. We zien ook dat flexibiliteit behoorlijk duur is. En huur is een nogal duurdere oplossing dan het in eigen beheer hebben. Dus wat ons betreft zouden wij voor na de huurtermijn, en dat is 5 jaar volgens mij, hebben we ook echt wel zicht of Dalfsen Werk structureel is of niet. Dan zouden we graag een optie hebben voor koop of in ieder geval een wat structurele oplossing dan constant huur. Hè? Want dan hebben we een paar jaar die loods wel een paar keer terugverdiend. Dat moet zien te voorkomen. En mocht dat anders worden, dan zouden we ook echt graag een expliciet voorstel van het college willen tegemoet zien. Omdat we hier echt aan het praten over een beleidswijziging. Hè? We hebben tot nu toe als beleid dat als gemeente een eigendom hebben wat we nodig hebben aan panden. En dat we de tijdelijkheid opvangen met huur en flexibele oplossingen. Erg mee eens. Maar voor de langere termijn zeker niet. Tenminste, tot er een ander besluit genomen is. Dus dat is vraag 1, of de wethouder daartoe bereid is. Twee andere toch wel wat belangrijke aandachtspunten. Die zouden zomaar ondersneeuwen met het gebouwengeweld. En dat is dat in het voorstel ook te lezen valt, dat bij de Goldkampstraat straks dan goed geparkeerd kan worden. Maar dat het personeel naar de overkant toe moet, naar de werf toe, want daar zitten de voorzieningen, daar zijn de gebouwenruimtes. Dus dit voorstel heeft in zich dat het personeel de rondweg moet oversteken op een plek waar daar niet echt op ingericht is. Dus ik zou nadrukkelijk aandacht willen vragen voor de veiligheid van het voetgangersverkeer, en dat zijn met name de ambtenaren zelf, en misschien ook wel personeel van Dalfsen Werk. Dus met bijzondere aandacht nodig. Een ander punt van veiligheid. We hebben meer ruimte nodig omdat ook de apparatuur groter geworden is, de trekkers zijn groter geworden enzovoort. We zouden het college wel willen oproepen om die ook zoveel mogelijk aan de Goldkampstraat te stallen. En niet juist aan de Wilhelminastraat of aan de Vendrikstraat, die dan via de Wilhelminastraat, al dat schoolgaande personeel waar we net over gehad hebben. Hè? Schoolgaande personeel, kinderen, excuses. Maar al die kinderen die dus die rondweg veilig overgekomen zijn, als ze niet nog in de verdrukking komen op de Wilhelminastraat, want daar gaan ze allemaal langs. En dat is misschien wel een veel gevaarlijker punt wat dat betreft. Dus ik zou ook in ons veiligheidsbeleid niet slechts ons willen focussen op de rotondes, maar juist ook op het verkeer wat we zelf veroorzaken. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Uitslag. Meneer Royakkers, D66. Ik sluit mij geheel aan bij het betoog van de heer Uitslag. Prachtig betoog. Ik heb er nog een paar punten aan toe te voegen. En dat is ook een beetje richting gemeentebelangen die een beetje teleurgesteld zijn over de duurzaamheid van het gebouw. Maar we hebben het wel niet over een nieuw gebouw. Hè. We hebben het over een bestaand gebouw wat verduurzaamd wordt. En dan is het toch altijd een slag lastiger dan wanneer je helemaal nieuw gaat bouwen. En over de eventuele extra zonnepanelen ben ik ook van mening dat het misschien verstandig is om die nu niet allemaal tegelijk te doen. Hè. Je hebt de wet van Moore en al die andere dingen. Over 5 jaar zijn die dingen de halve prijs. En zijn ze misschien veel efficiënter. Laten we nou dit gebouw verduurzamen. Als we maar wel nu de voorzieningen aanbrengen, dat we ze straks wel kunnen plaatsen. Dat we niet opnieuw een hele bouwslag moeten maken. Dat we
zeg maar, het dak zo inrichten dat het erop kan in de toekomst. En het laatste punt, de wethouder heeft zonder reserves uitgesproken dat hij voor het bedrag kan bouwen. Dan doet mij de verdenking op hem laden dat hij daar uitstekende reserves voor heeft ingebouwd. Want ik was altijd gewend om in plus of min x procent te spreken, maar hij heeft alleen maar de bovenkant. Dus ik denk dat hij wel goedkoper uit zal moeten kunnen komen. Dit laatste is slechts een uitgesproken verwachting, was geen vraag, wethouder, dus daar hoeft hij ook niet op te reageren. Andere nog? Meneer Schuring, VVD? Zal ik er dan een vraagteken achter zetten? Dan is het opeens wel een vraag geworden. hoe het verhaal tot stand gekomen is, dat suggereert haast een beetje dat het gegroeid is on the way. CU noemde dat net al eventjes. Dat zou voor het vertrouwen, maakt het wat lastig om er wat van te vinden. Maar, keerpunt, er is veel informatie boven water gekomen en dat maakt het tot een redelijk compleet verhaal. Noodzaak is er. Dat is het uitgangspunt. Alternatief heeft een mindere oplossing in onze beleving. Flexibele schil en verloop hierin, dat is prima te evalueren. En volgens mij ook aan te passen in de loop der jaren als dat noodzakelijk is. Maar als uitgangspunt natuurlijk prima start. Die uitbreiding van de duurzaamheid waar net al even over gesproken werd. Volgens mij op het moment dat we er meer panelen op gaan zetten voor een andere toepassing, dan gaat het naast gemeentewerf opeens ook een energiecentrale worden voor de gemeente. En dan krijgt het een ander doel. Dus dan kun je het zeker niet op dit project boeken, volgens mij. En dat moet je ook beslist niet willen. Dus het lijkt me prima om dat later te bespreken in bijvoorbeeld zo'n nota van duurzaamheid of iets in die geest. Dat lijkt me meer de plek. En dan is de locatie waar dat dan geplaatst wordt, is een tweede. CDA, we noemden net al eventjes die oversteek voor het personeel en het verkeer wat gecreëerd wordt. Nou ja, we hebben het opnieuw weer over die ontsluitingsader door Delft zijn. Dus ik denk inderdaad dat het belangrijk is dat we daar goed naar kijken. En daar stond nog niks over geschreven. Dus graag daar de aandacht voor. Dank u wel. Dit was het. Mag ik het woord geven aan de wethouder? Wethouder Agricola. Ja, voorzitter, dank u wel. Punten van kritiek over het voorstel nemen we mee. Wat dat betreft gaan we kijken hoe we het in het vervolg nog beter kunnen doen. Het is een hele zoektocht geweest en dat heb je ook kunnen zien met name de alle informatie die u toegezonden hebt gekregen. En we hebben getracht om zo goed mogelijk antwoord te geven op de vragen die binnengekomen zijn. En die vragen, de laatste vragen zijn vanmorgen binnengekomen. Vandaar dat u ook dus daar laat dus pas antwoord op hebt gehad. Duurzaamheid wordt door veel partijen wordt aangeroerd. De opdracht was en is nu de raad van de gemeentegebouwen die wij in eigendom hebben, die moet je verduurzamen. Het aantal zonnepanelen wat op het gebouw is geplaatst, inclusief bij spreken het gas losmaken, en die zonnepanelen die ervoor nodig zijn, dat is het halve dak. En die zegt van, dat is de opdracht. We hebben al eerder gezegd in de commissievergadering, het dak wordt zo gemaakt dat de andere zijde ook belegd kan worden met zonnepanelen. Maar daar komen we met een apart voorstel bij spreken voor u. Want dat zal om en bij een 100.000 euro kosten. En als die 100.000 euro nu moet investeren, dan kom ik met die 1,2 miljoen euro niet uit. Dus vandaar dus dat ik kan zeggen, wij komen we met een apart voorstel, maar het is ook niet voor de gemeentewerf, maar het is met name ter aanvulling zou het kunnen zijn voor de energievoorziening van het gemeentehuis of voor de energievoorziening van de straatlantaarns. Veiligheid is een paar keer genoemd. Dat is zeer zeker een onderwerp waar we naar zullen kijken, want de veiligheid voor het personeel, dat gaat boven alles, maar niet voor het personeel, maar ook voor de andere verkeersdeelnemers. En de heer Uitslag zei het terecht, van doordat wij de grote materieel nu stallen al aan de Goldkampstraat, wordt de Wilhelminestraat daarmee ontlast. En de Wilhelminestraat zijn heel veel kinderen die uit de Gennemarken die naar school gaan, naar de drie scholen daar, die fietsen juist daar langs. En het is vaak op hetzelfde tijdstip, wanneer de gemeente werken uitdrukt met haar materieel, fietsen die kinderen daar ook. Dus in dat kader hebben we wat een winsituatie, maar ook naar de veiligheid van onze eigen medewerkers zal zeer zeker naar worden gekeken om dat op een goede manier te regelen. Dan de huur. Nou, met name, ik ben blij dat de meerderheid
van de raad ook met het college eens is van dat je ook een flexibele schil moet hebben, want je kunt nooit naar de toekomst kijken. Deze huurperiode is in eerste instantie aangegaan voor 5 jaar. Na die 5 jaar kunnen we dus bij spreken een nieuw besluit nemen, wat gaan we doen. En bij spreken, mochten we structureel die ruimte nodig hebben, dan gaan we zeer zeker ook kijken van, is er iets bij spreken of we dit pand gaan kopen of we een ander pand gaan kopen. Dus daar wordt naar gekeken en dan zult u als raad bij spreken bij betrokken worden van wat we gaan doen. Ja, dit waren dus de hoofdpunten zoals ze door de meerderheid van de fracties zijn genoemd, voorzitter. Ik constateer de toezegging dat u niet tot verlenging van de huur zult overgaan nadat u daar met de raad over gesproken heeft. Want zo versta ik u juist net. Ik kan het niet anders concluderen. Ik kijk even rond of hiermee voldoende gereageerd is op uw inbreng. Is dat zo? Mag ik hem in stemming brengen? Ja? Dan krijg ik 9. Huisvesting buitendienst openbare ruimte. Het voorstel is om akkoord te gaan met het voorstel om de locatie Prins Hendrikstraat 2 plus 4 te verbouwen, aan te passen en groot onderhoud uit te voeren conform schetsplan 3 maart 2016. Akkoord te gaan om de locatie Prins Hendrikstraat 2 plus 4 energie neutraal en gasloos te maken. En 3. De geraamde kosten hiervoor aan 1,2 miljoen te dekken als volgt. 140.000 euro op de voorziening groot onderhoud gebouwen en B voor het restant zijnde 1,1 miljoen 60.000 in bestemmingsreserve te vormen ter dekking van de kapitaallasten en deze dekkingsreserve te voeden door een bijdrage van 150.000 euro uit de reserve milieu, energie neutraal en gasloos maken en 910.000 euro uit de algemene reserve vrij besteedbaar. Ik breng hem in stemming. Wie gaat daarmee akkoord? Al dan niet schoorvoetend, dan bent u allemaal. Is die hiermee aan. En dan kom ik bij agenda punt 10. Wijziging gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio IJsseland. Daar ben ik zelf portefeuillehouder van. Het voorstel komt rechtstreeks in de raad. Het werd door ons gezien als technisch voorstel. Maar dat zien wij niet altijd van tevoren helemaal goed. Dus dan ga ik even kijken of u daarmee eens bent. De gemeenschappelijke regeling moet worden aangepast op grond van een wijziging in de verdeelsystematiek. Bespreking in 2 ronden. Dus als u vragen heeft, dan nodig ik u van harte uit. Wie van u mag ik het woord geven? Meneer Lochtenberg. Ja, dank u voorzitter. Het voorstel behelst een aantal duidelijke dingen, maar ook wat onduidelijks. Het gaat namelijk over een wijziging in de verdeelsystematiek. Maar wat nou precies de wijziging is, wordt niet duidelijk. Dus wel dat we wat minder hoeven te betalen, dat is altijd aantrekkelijk natuurlijk. Ook dat, ik kan hem zelf uitrekenen dat het 2% is van onze jaarlijkse afdracht. Ik kan ook nog uitrekenen dat het 4,4% is van het totaal. Maar of dat anders is dan anders, staat nergens. Dus wat is er nou eigenlijk gewijzigd in Delsen? Of voor Delsen? Andere, meneer Nijkamp. We vragen over hetzelfde onderwerp. Alleen in bijlage 1 wordt daar iets over vermeld wat de wijziging is. Namelijk een mix van historische kosten en de verdeling vanuit het gemeentefonds. En er staat een wat cryptisch verhaal achter. Waarbij onze vraag is, van, is het nou de bedoeling om op termijn 100% de verdeling van het gemeentefonds te volgen en dus niet meer naar de historie te kijken, of blijft die historie ons maar eindeloos achtervolgen? Kunt u daar wat duidelijkheid over geven, wat nou uiteindelijk de bedoeling is? Antwoord nog. Meneer Schulman, gemeenteplaats. Ja, dank u wel. In het stuk zien we staan dat er een aantal nadeelgemeentes zijn die de komende jaren worden gecompenseerd. Ik zat even te denken daarover en denk, ja, dan hebben ze dus de afgelopen jaren te weinig betaald en nu hoeven ze de komende jaren ook nog minder te betalen? Vraagteken. Nog andere? De laatste vraag is de interessantste. Waar uw burgemeester een hele uitgesproken opvatting over heeft. Maar het is maar de vraag of u het daarmee eens bent. Dus maar dat ga ik zo horen. Maar daar sluit ik mee af. Ik beantwoord eerst de eerste vragen. Bij de fusie, de samenvoeging van de verschillende veiligheidsdiensten. En dan met name de brandweer. Zowel de vrijwilligersbrandweer als de professionele brandweer die hier in dit gebouw zat. Is een
zeer intensief proces doorlopen, waarbij het uitgangspunt was toen dat de kosten die de gemeentes historisch gemaakt hadden, dat dat ook het vertrekpunt zou zijn voor de verdeelsleutel in de nieuwe gefuseerde omgeving. Oftewel, wat je eerst uitgaf, gaf je straks ook uit. Dat was het verhaal. En ik zou het ook in een ander Nederlands kunnen vertellen, niemand zou erop achteruit moeten gaan. Dat was het vertrekpunt. U weet zelf, denk ik, u weet dat ik zelf verantwoordelijk was voor dat onderdeel van de fusie. Zowel personeel als financiën heb ik gedaan. En ik heb daar altijd voor gestaan. Omdat ik het eigenlijk oneigenlijk vond om brandweerdiensten die goed functioneren tegen bepaalde kosten in een fusieproces te brengen. Om vervolgens sommige gemeentes daarvan te laten profiteren en andere gemeentes de rekening te laten betalen. Hoe dat dan vervolgens ook historisch mag uitpakken. Maar dat is het vertrekpunt geweest van die fusie. En ik denk ook dat het een van de redenen is waarom het financieel tot nu toe een buitengewoon succesvolle fusie is. Want u weet dat niet alleen de verdeelsystematiek is veranderd, maar in de afgelopen jaren ook onze bijdrage is verlaagd. En volgens mij 3 of 4 jaar op rij. En dat geldt niet alleen maar voor ons, geldt ook voor andere gemeentes. Dus dat is een goede fusie geweest. En degenen die daar verantwoordelijk zijn geweest voor de uitvoering ervan, verdienen ook hun complimenten. En in dat verband is het ook leuk om mevrouw Lieke Sievers, die daar een belangrijke rol in gespeeld heeft, en die de nieuwe burgemeester wordt van Edam-Volendam, te feliciteren met haar volgende stap, met haar benoeming. We hebben wel altijd gezegd dat dit op de lange termijn geen houdbare verdelingssystematiek is. Want geschiedenis is mooi, maar de toekomst is ook belangrijk. En uiteindelijk kan het zo zijn dat bepaalde kosten die in een bepaald gebied vallen, dat die ook veranderen door nieuwe technieken of wat dan ook. Dus we hebben ook altijd tegen elkaar gezegd, we hebben historische kosten. Die zijn voor de begrotingsdiscussie enorm belangrijk. Maar er is ook een objectieve verdeelsystematiek. Want gemeentes krijgen op basis van opvattingen over risico's en de daarbij behorende kosten, krijgen ze een bijdrage in een gemeentefonds. En stel nou eens een keer dat die bijdrage in het gemeentefonds voor bepaalde gemeentes in de komende jaren enorm gaat stijgen, terwijl hun bijdrage aan de veiligheidsregio historisch hetzelfde blijft, dan gebeuren er hele rare dingen, want dan gaan ze meer geld krijgen, maar hoeven ze niet meer te betalen. Dus we hebben eigenlijk altijd gezegd, je zou op termijn toe moeten, meneer Nijkamp, naar een verdelingssystematiek die volledig geobjectiveerd is en niet meer historisch. En objectiveren kan op verschillende manieren. Dat kan zijn aan de hand van het gemeentefonds. Dat heeft mijn voorkeur. Want dan komen inkomsten en uitgaven met elkaar in verband. Maar het kan ook aan de hand van gebiedskenmerken of wat dan ook zijn. Maar de voorkeur van uw burgemeester ligt gemeentefonds. Dus wat ons betreft, het algemeen bestuur zoals daar nu zit, gaan we die ontwikkeling in de komende 10, 20 jaar ook maken. Luister goed naar de jaartallen. En waarom 10, 20 jaar, meneer Schuurman? Omdat u niet wilt dat u bijvoorbeeld vanwege een andere verdeelsystematiek hier in deze raad ineens geconfronteerd wordt met 3, 4 ton extra kosten. Als u dat niet wilt voor Dalfsen, dan wilt u dat ook niet voor Hardenberg. En als u het wel wilt, niet wilt voor Dalfsen, maar wel wilt voor Hardenberg, dan bent u niet consequent. En dat is de insteek die wij altijd gekozen hebben. Dat hele proces van fusie moet voor alle gemeentes op een gelijkmatige manier lopen. En wat we iedere keer proberen is om de bezuinigingsdoelstellingen die we realiseren, om die te gebruiken om naar een betere herverdelingssystematiek te komen. Daarmee krijgt u ook het antwoord op de gemeentes die ook gecompenseerd worden voor 1 of 2 of meerdere jaren. Dat gebeurt voor een deel om voor hun de pijn te verzachten. Want ja, je kunt het zo objectief zijn als ik weet niet wat, maar je hebt wel een begrotingsprobleem. Dus dat is om de pijn te verzachten in de hoop dat het begrotingsprobleem ook opgelost kan worden door toekomstige besparingen. Want als je je begroting vervolgens op laag weet te brengen, dan kan het ook zo zijn dat je het oplost. Dus u stelt allemaal hele ingewikkelde, maar wel relevante vragen. De wijziging van de verdeelsystematiek, nu 25%. Het was 100% historisch. Het is nu 75% historisch en 25% objectief. We zijn op weg naar 100% objectief. Dat doen we rustig aan, zodat we geen enkele gemeente in het probleem brengen. Dat betekent compensatie voor langere periodes. En daar moet je denk ik ook toe bereid zijn.
Heb ik daarmee de vraag beantwoord? Het is een beleidskeuze die gemaakt is en waar ik overigens ook echt achter sta. Ook in de overtuiging dat als wij een keer het haasje zijn bij een of andere fusie, dat dan de collega's hetzelfde redeneren als wij nu. Maar dat blijft natuurlijk wel altijd afwachten. Voldoende tot zover. Mag ik naar de opinierende ronde? Heeft iemand daar nog behoefte aan? Mag ik hem een meneer Lochtenberg, CDA? Nou ja, niet anders dan dat wij blij zijn met de verlaging. En die komt indirect ten goede van aan de inwoners van Dalfsen. Wij zien geen enkele reden om het voorstel niet te volgen. En ons oordeel is dan ook dat we akkoord gaan met het voorstel. En instemmen met de wijziging in de gemeenschappelijke regeling. Dank u wel. Anderen nog? Meneer Schuurman, gemeente Langen. Dank u wel, voorzitter. Ook wij kunnen instemmen met het voorstel. Goed verhaal. Lagere kosten, objectiever. Dus succes. Dank u. Ik zie anderen ook instemmen knikken. Mag ik hem gewoon een stemming brengen dan? Wijziging gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio IJsseland. Het voorstel is om het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om in te stemmen met de voorgestelde wijziging gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio IJsseland. Wie stemt daarmee in? Dat doet u allemaal met algemene stemmen. Dan is dat vastgesteld. Dan ga ik naar agenda punt 11. Vaststellen besluitenlijst 26 september 2016. Volgens mij zijn er geen opmerkingen geweest. Tussendoor mag ik hem vaststellen. Dan is dat gebeurd. Dan ga ik naar de ingekomen stukken en mededelingen. Wie van u, ja, het ontslag van de heer Schuurink. De heer Schuurink, daar heb ik denk ik voldoende bij stilgestaan voor vandaag. Er komt ongetwijfeld nog een ander moment. Anderen nog? Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Ja, ik heb even een vraag en een opmerking. De vraag is wat technisch van aard, dus die mag wat mij betreft ook schriftelijk beantwoord worden. De vraag gaat over punt 8, de brief van de inspectie van het onderwijs. Daar zit een uitvoerig rapport bij. Dat gaat over het toezicht en handhaving over de kinderopvang. Op bladzijde 41 van het rapport staat dat ruim 1 op de 5 instellingen consequent moeite heeft met het voldoen aan de wettelijke eisen. Nou, de vraag die bij ons opkwam is, zou dat ook kunnen gelden voor een van de instellingen binnen de Dalfser gemeenschap? Misschien dat de wethouder het antwoord zo weet, anders wacht ik wat mij betreft ook schriftelijk. Het tweede gaat even over het overzicht wat met subsidies die in het verleden zijn verstrekt, dus naar aanleiding van een opmerking die we daarover hebben gemaakt. Dank voor het overzicht. En ik vraag eigenlijk gewoon wat tijd om daar nog iets beter naar te kunnen kijken, want anders is het straks van de agenda af. Dus ik wil maar graag de mogelijkheid creëren nu om er op een later moment even dieper op in te gaan. Want een aantal van de instellingen die erop staan, die bestaan inmiddels niet meer. Nou, dat zou kunnen omdat ze te weinig subsidie ontvingen. Maar het zou ook een heel andere reden kunnen hebben. Dus daar willen we nog iets beter naar kunnen kijken. Even een formeel punt, meneer Wildvank. U bent in de positie om altijd iets te agenderen. U moet de rest van de raad daarin meekrijgen. Maar daar bent u echt altijd vrij in. En misschien maken we daar wel te weinig gebruik van. Maar dat is punt 1. En punt 2, het komt natuurlijk ook wel weer in de begrotingsbehandeling aan de orde, toch? Want daar worden ook weer subsidiebedragen uitgegeven. Natuurlijk, maar we hadden hierom gevraagd en er komt keurig antwoord op. Dus okay. We willen het een beetje in die lijn houden. Het is duidelijk, u heeft het gelezen. En dat wilt u even laten weten. Wethouder, er is ook om toezegging gevraagd. Wethouder van Martels. Bladzijde 41, ja, jammer genoeg breekt hij nu af. Maar u vraagt of ik het zo weet of er een instelling in Dalfsen bij betrokken is. Voor zover ik weet niet. Maar uiteraard ga ik dat nog even checken of dat inderdaad het geval is. En toezeggingen. Is dat nu het moment voor, bij de ingekomen stukken? Denk ik niet, voor de burgemeester. Dit is de toezegging, of u daar even schriftelijk op terug wil komen. Ja. Dus als u dat nu belooft, dan is dat... Dat zeker, sowieso, ja. Ja. Oké. Okay. Anderen nog? Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Een van de mededelingen betreft de evaluatie van het activiteitenterrein Dalfsen. Dat was ook toegezegd dat dat na een aantal seizoenen zou worden geëvalueerd, waarvoor dank. Ik denk dat het ook goed is om daar in die zin over gerapporteerd te krijgen. Een paar opmerkingen daarover en één vraag.
Eén, goed dat er elk seizoen opnieuw wordt geëvalueerd met de omwonenden hoe zeg maar de activiteiten zijn ervaren. En met name ook de overlast, want die is er wel degelijk, ook bij voortduring. Sommigen geven ook aan dat ze bij evenementen hun huis verlaten. Vind ik wel een serieus punt, overigens. Maar goed, soms moet je wat incasseren als je in een centrum woont, zo zou je het kunnen zeggen. Twee, er is een blijvende diskwaliteit van de onderliggende grond. En die is voorlopig ook nog niet opgelost. Dat is de conclusie uit de evaluatie. Dat is toch wel enigszins zorgelijk. Gecombineerd met het feit dat het in het buitengebied ligt. Althans buitendijks. En het derde punt, wat we gemist hebben in de evaluatie, hoe je de effecten op het aanzicht van het dorp zou moeten waarderen. Want met alle respect, als je inderdaad Dalfsen vanuit de Poppenallee vanaf vanuit de Rechterse Dijk benadert, en er staan weer een paar honderd meter van dat soort witte doeken, is het wel de vraag of dat nou een toevoeging is voor het aanzien van het dorp. Even los van de activiteiten die achter dat doek plaatsvinden. Want daar heb ik dat al niet over. Het gaat om het aanzicht. Daar waar we verder, eigenlijk niets besparen, zeg maar, om dat goed te laten zijn, is dit toch wel een vuiltje wat we dan wel op de koop toenemen. Is niet vermeld, maar we zouden daar wel aandacht voor vragen. Dank u wel. Voorzitter. Ja, uitslag. Ook op dit punt neem ik aan. Het ging op hetzelfde agendapunt, maar misschien iets korter. Ik zou het graag in de commissie willen bespreken, namens mijn fractie. En dan kunnen we misschien deze punten herhalen en dan kan de wethouder ook reageren. Ik vind wel dat we het fatsoen moeten hebben om ook de wethouder de kans te geven om zich ordentelijk voor te bereiden op deze punten. Het is wel grappig, want ik gaf net de heer Wildvang deed de suggestie om wat vaker gebruik te maken van de mogelijkheid om zaken te agenderen. En zie hier, het gebeurt onmiddellijk. Uw verzoek zal ik doorgeleiden naar de agendacommissie. En dat daarbij van harte ondersteunen. Maar u weet, de agendacommissie heeft een eigen wil. Dus daar laten we het dan over. Wat u betreft ook goed, meneer Nijkamp, denk ik. Hè? En dan hoeft de wethouder daar nu ook niet op te reageren. Anderen? Hebben we dan de ingekomen stukken en mededelingen gehad? Mag ik ze aftekken? Dat doe ik en dan ga ik over tot de sluiting. Mag ik u zonder pauze, mag ik u danken voor de efficiënte manier van vergaderen in ieder geval. En mag ik u nog een fijne avond wensen. Dank u.